kijkeraars Ferry Wijnhakker, Werner de Veer, Huus Snijders, Kiko van Os, Ruud van Sommeren, Juli van den Haag, Ruben Ezemans en Sam Nijer. Dan deed je met de tweede hoed al, hoor. Wat gaat hier gebeuren? Is het Ruben Ezemans die daar als eerste naar beneden gekomen is? Is het toch Meijer die als eerste naar beneden is? Het lijkt al Meijer te zijn. Hij heeft zijn stopposities niet. De Verfijn volgens mij gaat daar eerder naar beneden komen dan wat hij voorheen deed. Maar weet toch de eerste positie in dit geval overtreden van de 1-0. En Ruben Ezemans die gaat er dan op 3 mee komen. Dat lijkt de voeten te zijn. En dat moet dan Sven Wijnakker zijn die daar van af kwam. Dat doet hij toch wel heel erg goed. Daar heeft hij een hele mooie start gemaakt. En kon hij heel goed bijblijven. Daarbij die positie. De eerste plek nog steeds in handen van Meijer. Die heeft het gat geslagen daar. Een lange stuk, dan moet Ezemans daar toch even een raadje laten. Kan Wijnhakker dan nog terugkomen voor die eerste plek? Of de tweede plek moet ik zeggen, of gaat er dat ook? Is de 1, 2, 3 hier al bekend? Of gaat er nog wat veranderen? Het gaat nog wel veranderen misschien tussen de 3, 4 en de 5. Want 104, en dat is namelijk Viesnijders probeert de aanval te zetten op die mannen van de Dutrappers. Ook verder de weer gaat ze naar beneden nemen. Maar het is Sam Nijer die vandaag de TZC hier waarschijnlijk op zijn naam heeft. Doe eens normaal, jongen.